Het was vandaag best wel stil op het Bilse meertje aan de Soestdijkseweg. Ik had verwacht dat er meer schaatsers zouden zijn of dat er minstens extra voorbereidingen genomen zouden worden om het schaatsen mogelijk te maken. Maar bij een check op de Facebook-site van de Bilse IJsbaan is te lezen dat zij niet open gaan. Toch is het Bilse meertje van diverse kanten te bereiken en waren de eerste schaatsers er vandaag te vinden. Die daar aan de schaatsen is, is een eentje, die was het aan het proberen. En toen dachten wij, nou dan gaan we ook. En het is echt je eerste dag dat je weer op de schaatsen staat? Zeker, zeker. En klapschaatsen? En klapschaatsen. Nou, dat gaat heel bijzonder worden. Nou, we gaan laat het proberen. Het ijs is nog erg dun en soms hoor je het kraken. Een van deze helden heeft een natte voet gehaald vlak bij de kant. Het gaat nog een paar nachtjes vriezen, dus het aantal schaatsers zal aan het eind van de week wel toenemen.